Yeah, bitches! Ik ben blij. Ik voel me altijd als een klein kind in een snoepwinkel wanneer dit weer is. Mijn eigen zaal in de Pathé Arena, waar ik samen met jou, de kijker, maar ook mijn vrienden, familie, mag kijken als een van de eerste in Nederland naar een nieuwe film. En dit keer is het T2 Trainspotting. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe mijn mensen, die hier vanavond zitten, hun leven eruit ziet over 20 jaar. Wat voor werk doe je over 20 jaar? Oh man, dan wil ik gewoon een nieuwe John de Mol zijn, man. Volkszanger. Over 20 jaar zullen jullie 38. Wat voor werk doe je dan? Als je nu voor Dylan werkt, waar werk je dan over 20 jaar? Ik hoop hetzelfde. Ik denk iets in de tv-wereld. Ik denk iets met kunst, geen idee. Ik hoop gewoon voor mezelf. Viola is failliet trouwens, hè. Mag ik rijk ineens komen, want het is dicht bij de arena. Echt? Ja, je bent in straal maar bezig. Ja, ik mag in de straal van een paar honderd meter, mag ik niet in de buurt komen van het voetbalstadion. Nee. Goedenavond allemaal. Welkom allemaal bij de derde editie van de Filmfabriek Preview. Het laatste shirt gaat naar rij nummer 4, stoel nummer 1. Ja, mevrouw, dit mooie jas. Fantastisch. We hebben alle prijzen weggegeven. Ik zeg, onderling Universal, onwijs bedankt voor deze Filmfabriek Preview. We gaan kijken naar T2 Trainspotting van regisseur Danny Boyle. Jongens, veel plezier. Choose your future. Call the police. What shall I say? Just tell them we're dead. Choose reality TV, slut shaming, revenge porn. Yeah. Choose a zero-hour contract, a two-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then, take a deep breath. In de film hebben ze het over verslaving. Nu ben ik ook wel benieuwd wat de verslavingen zijn van de kijkers hier. Catharina. Wat is iets waar jij heel erg verslaafd aan bent? Averens? Crack. Ik gebruik heel veel crack. Ik doe het allemaal voor de views en voor de subs. Gewoon om me lekker mee te voelen. In de film hebben ze het over verslaving. Wat is iets waar jij aan verslaafd bent? Aan zuurstof. Nice, die is goed, man. Heerlijk. Ik haat dat je dat doet bij mij. Waar ik echt serieus aan verslaafd ben, Netflix-series. In de film hebben ze het over verslavingen. Waar zijn jullie verslaafd aan? Mijn smartphone. Reizen. Chocola. Verschil moet ook. Sowieso chocola. FIFA en smartphone. Ja, hele digitale combi, maar ik ben er niet trots op. Maar het is wel leuk. En werken voor Dylan Hages? Nee, ik geen last van verslavingen. Nee. Oké, netjes. En jij? Nee, het is geen verslaving toch? Er zit iemand in ontkenning. Gewoon een drankje af en toe. Ja, maar ik vraag jou, waar ben je verslaafd aan? En jij antwoordt met gewoon een drankje. Ja. The Day After, wat vind ik van Trainspotting 2? Ik kan eerlijk zeggen dat ik het verhaal vind wat een beetje arthouse-achtig is, maar genoeg vlees heeft waar je over kan lullen. Op een gegeven moment de rol van Ewan McGregor, die vertelt dat hij in het ziekenhuis is geweest en dat de dokters hem nog 30 jaar extra gaven. Maar dat ze niet zeiden wat hij met de 30 jaar moest doen. En dat is ook wel natuurlijk heel erg iets wat we kunnen herkennen, want we leven allemaal op deze planeet en we weten niet wat we met ons leven moeten doen. Niemand zegt het ons. Trouwens, de echte reden waarom we 20 jaar op deze film hebben moeten wachten, is niet omdat die acteurs te veel op zichzelf leken 10 jaar geleden. Nee, Danny Boyle, de regisseur, maakte in 2000 of 2001 de film The Beach met Leonardo DiCaprio. En Ewan McGregor die dacht dat hij deze rol zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. En toen hebben Danny Boyle en Ewan McGregor jarenlang ruzie gehad. Ja, ze zijn weer bij elkaar. Trainspotting 2. Oh ja, wat ik trouwens wel echt zou aanraden, hij staat ook op Netflix op dit moment. Ga deel 1 kijken, zodat je een beetje weet wie is Spud, waar komt Bagby vandaan, wat is de relatie tussen deze gasten, waarom houdt McGregor zoveel van... Juist,
Nederland. Voor de mensen die eventjes wat meer inhoud willen hebben over de film, waar gaat het verhaal nou eigenlijk over? Mark Renton, gespeeld door McGregor, die komt terug vanuit Amsterdam naar Schotland, Edinburgh, en om zijn vrienden weer eens te ontmoeten. Zijn vrienden zijn eigenlijk niks veranderd en Mark die mist gewoon zijn oude homies, om het zo maar te zeggen. Het is eigenlijk zo dat Mark nog wat verschuldigd is aan zijn vrienden, althans, hij vindt van niet, maar zijn vrienden vinden van wel en daar ontstaat een spanning. Maar vooral de chemie tussen deze acteurs, je ziet echt dat ze plezier hebben, dat maakt deze film wel. Of die net zo rauw is als de vorige film? Nee, ik vind dat deze net even wat meer rust pakt, weet je. Het zijn niet meer de junkies van toen. De film ademt wel dezelfde vibe en stijl uit als het eerste deel van 20 jaar geleden, maar dan in een modern jasje. Ja, dat is een beetje gek uit te leggen, maar het voelt wel echt hetzelfde. Choose Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Choose life. Dat is een metter wat je go.